Goedemorgen, het is donderdagochtend en ik ga mijn laatste trainingje doen voor de 3000 meter in Eindhoven op de baan. Ik heb er zin in. Deze training stelt niet heel veel voor. Ik ga inlopen. Ik ga 10 keer 200 meter in 38 seconden doen en weer uitlopen. En dat is het. En voor de rest van de dag ga ik studeren en nog even naar de supermarkt. Gewoon basic stuff. Dus ja, let's go to the training. Mijn auto staat helaas niet voor mijn huis. Dus ik wandel nu naar de auto toe. Maar ik zie hem staan. Kijk, daar staat hij, de blauwe. Top. Op naar Papendal. Let's go. Het is vrijdagochtend, 9:20. En ik heb 30 minuten losgelopen en 5 versnellingen gedaan. En nu is het tijd voor een lekker bakje havermout als tweede ontbijt. En tijd om te gaan studeren. Het was deze ochtend benauwd. Ik heb lekker tot 8:30 kunnen uitslapen. Dat is voor mij uitslapen. En toen ontbeten en dus nu net gerend. De benen voelen wel goed. Maar ik vind het wel lekker dat ik nog even een dagje rust heb. Dus ik denk dat ik dan nog morgen sneller kan rennen dan als ik vandaag had gerend. Nou, ik ben nu bezig met de spieren opschrijven en aan het leren. En ik heb dus lekker cappuccino gemaakt. In een soepkom gedaan. Ik heb per ongeluk een soepkom gekocht in plaats van een koffiekop. Maar maakt niet uit. Hartstikke leuk. Kijk, dit is dit flesje. En dit is de cappuccino. Goedemorgen, het is zaterdag, wedstrijddag. En ik heb net ontbeten. Ik heb havermout gemaakt, zoals in alle andere vlogs. En ik ga nu even als ochtendactiviteit pannenkoeken bakken voor vanavond als avondeten. Ik maak de pannenkoeken met melk, 250 gram melk, 1 ei en 125 gram bloem en een snufje zout. Ik heb het gemixt en ik heb besloten om er nog een ei door te doen. Geen idee waarom, maar ik heb het idee dat het dan lekkerder wordt. Nou, ik ben op zich nu al tevreden. Vandaag dus de 3000 meter in Eindhoven. Mijn eerste 3000 meter van het jaar. Ik verwacht er niks van. Ik ga lekker lopen. Ik heb er zin in en niet zin in. Ik heb eigenlijk nooit zin in wedstrijden totdat ik helemaal bezig ben. Dus dat is vrij normaal. Niet anders als anders. Of ik zenuwachtig ben. Of course. Oh, oké, dit wordt een calzone. Hashtag pannenkoeken bakken met Vera gaat fout. Het pannetje is ook zo klein. Nou, we gaan er wat moois van maken. Komt helemaal goed. Ik heb hem een soort van gered, denk ik. Ik hoop alleen nu niet dat de ham verbrandt, maar we gaan het zien. Maar dus, vandaag in Eindhoven, de 3000 meter. Start is pas 9:15. Ik haat eigenlijk avondwedstrijden. Waarom? Omdat ik de hele dag eigenlijk normaal op bed lig. Nu dacht ik, ik ga nu pannenkoeken bakken en niet vanmiddag. Want dan sta ik vanmiddag weer op mijn benen en ik kan beter vanmiddag op bed liggen. Dus vandaar dat ik hier om 9:55 pannenkoeken sta te bakken. Een keer wat anders als die kant-en-klare pannenkoeken. Heb een ochtendactiviteit en de rest van de dag lekker plat liggen tot de wedstrijd. Ik ga zelf met de auto heen. Mijn vader en mijn zusje komen ook naar Eindhoven, want mijn zusje loopt ook. Dus dat is wel heel erg gezellig. Dan zie ik die ook weer. Mijn PR van vorig jaar staat op 9:30. Ja, dat ga ik denk ik vandaag niet lopen. Maar natuurlijk is dat wel de insteek. Let's go onder de 9:30. Maar of dat heel realistisch is, weet ik niet. Maar we gaan ervoor. Nou, dit is de pannenkoek wat eigenlijk een calzone zou worden. Uiteindelijk geworden. Ik heb een recept trouwens gebruikt voor 2 personen, want ja, 1 persoon is een beetje weinig. Ik heb er nu 2 met appel, 2 met ham en 2 naturel. En nog een paar kleinere. Dus
Ja, iets van 6 pannenkoeken. Dat moet genoeg zijn. Nou, nagellak eraf en nieuwe nagellak erop. Een hele grote cappuccino gemaakt. Wel decaf. En even lekker tv kijken. Het is 1:30. Ik zit al een tijdje te lunchen op het balkon. Half in de zon en half niet in de zon. Ik heb 3 witte pistoletjes gemaakt omdat daar weinig vezels in zitten. En ik zo hopelijk geen buikklachten krijg. Ik heb 1 gemaakt met leverpastei en 1 met cottage cheese. En ik eet er nu 1 met hummus en komkommer. Want ja, vanavond eet ik pannenkoeken. Zo heb ik toch nog een beetje groente vandaag. Cappuccino en de tour. Zenuwachtig, ik ben op de baan. Okay. Hallo Suzanne. Dan zijn we ongeveer 3600. Dus een vingerhoed van mij hier. Want hij gaat. Kom op, Vera, kom op. Na de ring voor het wedstrijd. De nummer 1 van het NK Aldoor afgelopen. 8 uur en ik ga loslopen, want ik kon echt niet slapen. Ik heb 4 uur geslapen. Dus ja, ik heb nog te veel adrenaline in mij. Dus ik dacht, ik ga lopen en dan weer op bed. Let's go. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Voor mijn tweede baanwedstrijd ben ik zeker tevreden over wat voor tijd ik heb gelopen. En ik hoop je snel bij een volgende vlog weer te zien. Doeg!